Dames en heren, mijn dames en monsieur, we gaan dansen. Ah. Tesseltje, moet ik mij zorgen maken? Hoezo? Wordt u ooit nog door een man gekust? Tesselschade, excuseer me, u ziet een beetje grauw. Heeft u koorts of erger buikloop, of bent u nog in de rouw? Goed, uw leed is onvoorstelbaar en uw baken is uw trouw. Maar wilt u verder met uw leven of blijft u een weduwvrouw? Apollonia, je moet me redden, ik zit in het nauw. O, zal ik die veren plukken van die akelige paal? Beste Huygens, neem mijn situatie goed in oogenschouw. Ik ben moeder en een dichter en mijn ziel is bont en blauw. Mijn lieve kind, het is Barneus die u mint. Tesselschaatje, kameraadje, u bent nog een sappig blaadje. Ik bedoel het niet zo cru, kom meer naar het hier en nu. Tessel wordt een oude vrijster van het ergste soort. Zie die blikken van die toon u waardig en respectvol, wat u zegt is ongehoord. Godzijdank werd zij er weinig van en danste onverstoord. Met welke regels uit mijn oeuvre open ik bij haar de poort? Het is leuk te dansen met een vrouw die bijna elke man bekoort. Heer Borleus, hoe vergaat het u? Het leven raast maar voort. Ja, ik moest natuurlijk antwoord geven, wat zei ik geen woord. Excuseert u mij,